De Nijmeegse studentengluurder is in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De 41-jarige Cas van R. heeft volgens het Hof 5 jonge vrouwen aangerand of een poging daartoe gedaan. In een van de gevallen was er ook nog sprake van afpersing. Van R. wilde niet meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum, maar volgens de advocaat-generaal was TBS met dwangverpleging de enige passende oplossing. Het Hof is het daar nu mee eens en legt dus TBS met dwangverpleging op. De bouw van de McDonald's in Oosterhout verloopt voorspoedig. De fastfoodketen opent eind dit jaar een grote vestiging langs de A15. Het restaurant komt op bedrijventerrein Park 15 te staan, waar Lidl en Heinz hun distributiecentra hebben. De nieuwe McDonald's kan op een warm welkom rekenen. Er komen met het nieuwe restaurant namelijk zo'n 100 banen bij. Ook moeten inwoners van Lingewaard voor een Big Mac nu nog naar Arnhem of het centrum van Nijmegen rijden, omdat er in de directe omgeving geen vestigingen van McDonald's zijn. Daar komt met de nieuwe Mac dus een einde aan. De initiatiefnemers van de nieuwe school gingen woensdag langs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Isa Klaasus en Michelle Veugelers waren gevraagd langs te komen om daar hun nieuwe schoolconcept te verdedigen. Het idee achter de nieuwe school is dat de school 50 weken per jaar van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds open is en dat leerlingen werken volgens een leerplan. Zo kunnen de basisscholieren in hun eigen tempo werken en kunnen ouders hun privéleven en hun werk beter matchen met de schooltijden van de kinderen. Het ministerie had al een positief advies gegeven over de school, maar kreeg toch nog wat vragen na een dubbelcheck door een jurist. De initiatiefnemers zijn daarom woensdag in gesprek gegaan met juristen van het ministerie en afgevaardigden van de gemeente Bergendal. Ondernemers op het bedrijventerrein in Nijmegen-Zuid, die slechts af en toe een auto nodig hebben, kunnen sinds woensdag gebruik maken van een elektrische deelauto. De auto staat ergens op het terrein geparkeerd en voor een klein bedrag kunnen medewerkers van de verschillende bedrijven de auto tijdelijk gebruiken. De auto werd tijdens een speciale netwerklunch gepresenteerd door wethouder Harriet Tiemens.